Dit is alles wat je nodig hebt om van te kunnen eten. Ik ben Ruud Vergessel en ik neem je de komende 10 minuten mee in de wereld van urban farming, community gardening en guerrilla gardening. Het zijn nieuwe trends op het gebied van groen en bezig zijn in je tuin. Zaaien, oogsten, genieten van die oogst. Het kan zelfs op een vierkante meter, het kan op een balkon. Want dat is in dit programma het belangrijkste. Durven, doen en geniet wat de natuur je gaat brengen. Als fotograaf en schrijver reis ik heel Europa af om voor glossies als Joie de Vivre en Italië Magazine reportages te maken over de mooiste tuin met een bijzonder verhaal. Maar ik heb zelf ook groene vingers, met een eigen moestuin, waar ik ook in de winter altijd te vinden ben. Ik kweek er bomen uit zaad, wat ik op mijn reizen meeneem. En ik probeer van alles, zoals artisjokken en asperges. En vergeten groenten, zoals late putjes en huttentut. Ik heb al heel vaak van mijn eigen land gegeten. Ook dat leven op mijn moestuin heb ik natuurlijk vastgelegd. Een plakboek vol met tuinherinnering. Hè? Meer dan 7 jaar. En er zit een prachtige tekening bij van mijn dochter toen ze nog klein was. In deze serie neem ik je mee op reis naar het nieuwe tuinieren. En we ontmoeten de mensen die daar nu al mee bezig zijn. Een wereld die zo dynamisch is dat er elke dag wel weer een nieuwe trend ontstaat. Durven en doen, daar draait het om. Femke, een jonge moeder uit de stad, wil dat ook. En vindt het belangrijk om haar kinderen ook kennis te laten maken met de natuur. Maar van tuinieren heeft ze totaal geen verstand. Mijn moestuin. Ik heb hem gehuurd. Waar moet ik beginnen? Het is zo groot. Hij is heel mooi. Hij is heel groot. En eigenlijk heb je nog nooit iets met moestuinen gedaan. Nee. Ik vind het wel belangrijk dat mijn kinderen gewoon kunnen zien waar dingen groeien. En dat je... Ja, ik heb een soort ideaalbeeld van dat er fruitbomen staan waar je fruit vanaf plukt. En aardbeien die je dan moet bijhouden en zelf kan plukken. En dat ze gewoon met de handen in de grond kunnen zitten. Op je landgoed ben je de gelukkige bezitter van een amandelboom. En dat is wel heel bijzonder. Een amandelboom? Ja. Hier ligt er nog eentje. Deze is natuurlijk nu oud en vies. Maar binnenin, in de kern, dat is de amandel. Amandelen, dat komt toch uit Zuid-Europa of zo? Ja, daar heb je gelijk in. Maar weet je wat nog heel bijzonder is? In maart gaat deze hier al bloeien. Het is een van de eerste bomen die gaat bloeien. Maar dat doet hij in Spanje op precies dezelfde tijd. Alsof ze met elkaar het afspreken. Die hebben contact met elkaar. Ja. Via die amandel. Kijk, en dat krijg je er allemaal zomaar bij. Hij is mooi, hè? Ja, heel mooi. Nou, jij wilde appels en peren. Ja. Maar dit zijn fruitbomen. Maar daar mag wel de snoeischaar in. Wanneer moet je hem dan snoeien? Mensen zeggen wel eens, het moet in een bepaald seizoen. Hè, het moet voor of na... Je moet het gewoon doen. Tja. En wat is dit? Dood. Nou, het is een kruisbes. Oh. Met ontzettend veel opbrengst. Want het gekke is namelijk, hoe meer en hoe korter je hem maakt, hoe meer vruchtjes die zal maken. En hoe meer je van die kruisbes kan genieten, als je ervan houdt. Het is een beetje gekke smaak. Ja. Ik ga je ook een beetje helpen natuurlijk. Ik heb iets voor je meegenomen. Het rode groenboek. Dat zal jou helpen en als steun en toeverlaat voor je grote plannen. En dit is het eerste wat ik je wil laten zien. Het is een platte grond van de tuin. Dit is het eerste jaar dat je begint. Ja. Tweede jaar schuif je gewoon op. Dus elk jaar schuift dat op. En waarom schuift het op? Het schuift op om de grond iedere keer weer zijn nieuwe energie te geven. Want aardappels die vreten ongelooflijk veel energie. Dus die mogen daar weer verder. Oh, ja. Dus je helpt de natuur en je helpt de opbrengst een beetje. Ja. Succes verzekerd. Kan. Wat lukt altijd? Sla. Ah, dat is mooi. Radijsjes. Ontzettend leuk voor kinderen, want die doen het ook hartstikke snel. Ja. Je hebt een klein stukje nodig. En gewoon huppakee. Tuinbonen. Zijn ook een soort succesnummers per definitie. Courgettes,
hebben wel veel ruimte nodig, hè, want die hebben hele grote bladeren. En vergeet niet bij de courgette, de bloemen kun je eten. Okay. Doe je in een beetje beslag en frituur. Doen, ja, een zitje, hè, om te genieten. En dat wordt hier zo. Want dan heb je een prachtig uitzicht over die tuin. Moet je kijken, dat is onvoorstelbaar. Schitterend, je zal de zon onder zien gaan schitteren. Daarvoor moet dus nu eerst dan echt alles er bijna uit. Moet er eerst echt allemaal om. Ja. In de serie volgen we Femke op haar moestuin en hoe zij om zal gaan met het onvermijdelijke bezoek van slakken, vogels en konijnen. En lukt het haar om al in dit voorjaar haar eerste zelf geoogste maaltijd op tafel te zetten. Weer of geen weer, winter of zomer. Heel goed Femke, durven en gewoon doen. Ik begin maar gewoon. En we laten in deze serie ook zien dat je op de kleinste plekjes, zoals in je eigen huis, groenten en fruit kan verbouwen. This is my window farm. It's a vertical hydroponic garden made out of water bottles, tubing, an air pump and some hydroponic supplies. Ook in Nederland is urban farming een snel groeiend fenomeen. En gelijk met groot succes, want hier in Zuidoost Amsterdam ligt op het dak van een kantoorpand het grootste urban farming project van Europa. Hier groeit genoeg om meer dan 500 gezinnen van te kunnen laten eten. En zelfs in de winter is er nog genoeg om van te genieten. Dit is nog wat overgebleven paksoi. En nu smaak je nog pittiger, die koolsmaak proef je nog meer. Prima eetbaar. Deze tuin, dit is de tuin van het Zuidpark. Er is werkplek voor zo'n 700-800 mensen. Nou ja, als je met veel mensen bent, heb je dus ook een grote tuin nodig. En deze tuin wordt dan ook massaal gebruikt. Een aantal van de mensen die hier werken, die vinden het ook leuk om gedurende de week zo'n moment mee te werken in de tuin. Nog meer mensen vinden het leuk om te oogsten. Nou, we hebben de boerenkool. Twee soorten eigenlijk, de gewone. Sommigen die nemen dus een hele stronk mee. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon alleen maar de bladeren ervan afplukken. Die een aantal van die bladeren mee naar huis genomen hebben. Het leukste van deze tuin is ook dat we heel vaak de terugkoppeling krijgen dat mensen uitgedraagd worden om te kijken van ja, wat maak ik daar dan mee? En ze zeggen heel vaak van ja, ik ga weer wat vaker koken. En op die manier heeft het toch ook weer een positieve invloed dan op het eetpatroon van mensen. Een heel babypreitje dit. Heel kort preitje. Is wat later nog geplant. Zonder dat we er eigenlijk echt op aangestuurd hebben, is er een soort fair use policy ontstaan. Dus mensen nemen een paksoi mee of preien, een bos kruiden en dergelijke. Maar er is altijd voor iedereen wel wat te plukken. Dit is de rozemarijn, een mooi hard kruid. Blijft dus ook nog lang staan bij deze koude temperaturen. Nu hebben we vragen vanuit het hotelwezen, andere kantoorcomplexen, evenementenruimtes, winkelcentrum. Om gewoon weer een tuin te hebben waar het plezierig vertoeven is en waar je wat met eten kan doen. En ook wel op de erkenning. Dat voedsel verbindt. We hebben allemaal iets met voedsel, in welke vorm dan ook. Dus dat is een mooie combinatie. Dat urban farming iets blijvends is, dat het niet een trend is, dat is voor mij zeker. Het past helemaal in de lijn hoe je ziet hoe wij met ons eten omgaan, hoe dat verandert over de afgelopen jaren en naar de toekomst toe. De fruitbomen zijn nog even in winterslaap, maar in het voorjaar is het dak weer één groot mozaïek van geuren en kleuren en een groene oase in de lunchpauze voor honderden gelukkige medewerkers. Hier in de hortus van Utrecht, van de Universiteit van Utrecht, vind je de buit van veel plantenjagers, de planthunters. Het waren veelal Engelse heren die de hele wereld over zwierven op zoek naar de mooiste bloemen en planten om ze naar Europa te brengen. En in elke aflevering gaan we in de voetsporen van een paar van hen treden. Zoals bijvoorbeeld Ernst Wilson, die als bijnaam had de Chinees en ons de koningslelie heeft gebracht. Dat is nu eigenlijk een hele gewone bloem. Je vindt hem heel veel in boeketten, maar hij komt eigenlijk uit China. Hij moest die ontdekking wel bekopen met een ongelukje. Hij viel in een diep ravijn. Dus voortaan heeft hij zijn leven hinkend en mank door moeten brengen. Community gardening is een andere trend in het nieuwe tuinieren. Iedereen kan het en als je durft, wil ook de gemeente waar je woont vast meedoen.
groen verbindt en de buurt vaart er wel bij. En wat is er leuker dan samen genieten van wat de natuur je brengt? Dit was een heel klein plantje wat ik van een vriendinnetje heb gekregen uit Denemarken. De Deense venkel. En je ziet het, het is volgens mij ook de enige die nog groeit. Kijk, hij is hier gewoon ook nog bezig. Hetgeen wat ik zo leuk vind is om juist met de kleintjes hier zaadjes die snel groeien. Dus dat, weet je, dat heeft snel resultaat en dan kom je na een paar weken. En dan is het echt, mam, we moeten in de kruidentuin gaan kijken. Want er zijn nieuwe plantjes en zijn ze gegroeid en we moeten ze water geven. En de wormen die er zijn. En weet je, op die manier neem je ze ook heel erg mee in wat is nou natuur. En dat vind ik heel belangrijk en ze vinden het ook heel erg leuk. Ook zangeres Mathilde Santing geniet van community gardening en oogst met liefde samen uit deze buurtuin in Amsterdam. Ja, het is hier. Je mag dus plukken. Hè? Je mag gewoon kruiden komen halen. Dus je, ja, hoe landelijk is dat om met een klein mandje hier naartoe te gaan met een schaartje en even te kunnen knippen dingen die in de plastic zakjes bij de Albert Heijn belachelijk veel geld kosten. Het is heel laagdrempelig. Ook mensen die hier net komen wonen vragen dan, goh, wat is dit? En kunnen we meedoen? Dus op die manier bied je eigenlijk ook gelegenheid om elkaar te leren kennen. En ook anders dan dat iedereen als een individu op straat loopt. En dat maakt het heel dorps. Eén keer per zoveel tijd hebben we een dag met z'n allen. Dat je met z'n allen bij elkaar komt. Dus gezamenlijk werkt eigenlijk. Aan elkaar kan vragen. Ideeën aan elkaar uitspelen. Het hoeft niet alleen over de tuin te gaan. Je hebt contact met elkaar. Dus dat is heel leuk. De tuin is begonnen als een vorm van guerrilla gardening. Een paar buurtbewoners begonnen spontaan een kruidentuin in het groen voor hun huizen. De gemeente zag direct dat groen mensen samenbrengt en culturen verbindt. Nu zijn zij net zo enthousiast als de tuiniers van het eerste uur. Ik heb bij tijden zelfs een wachtlijst van mensen die een stukje willen beheren. Het verloop is niet heel groot. We hebben een vaste kern van hele tevreden gebruikers die we assisteren. Mijn taak is eigenlijk meer inmiddels het brengen van koffie en thee in onze gezamenlijke werkdagen. Nou ja, dan hoor je wat over de buurt. Wij kunnen dus inspringen in wat er allemaal in de buurt nodig is en daar ondersteuning in bieden. Ja. Ik vind het gewoon heel lekker om af en toe met je handen in de aarde te zitten en iets te laten groeien. Je weet er ook heel veel van af. Jij vertelt ons wel wat het is. En via de kinderen krijg ik dan toch weer wat kruid uit de tuin van Hettie. Dus uiteindelijk staat daar ook weer wat van jou in. En dat is ook heel leuk om te zien, dat je echt gewoon dingen helemaal niet weet. Ja, ik heb geen groene vingers, behalve als ik groene nagellak op doe. Maar ik dacht van ja, zo'n klein, en ze hebben mij ook een heel klein stukje gegeven. Dacht ik van, dat moet ik kunnen handelen. En dat gaat niet zo heel erg goed door dat handelen. Maar ik ben erg blij met mijn vijgenboom. En ik heb ooit wel eens in een documentaire gezien over Hadewijg, die mystieke dichteres. En die had het ook over aardbeienplantjes onder de vijgenboom. Kijk, dus dat heb ik nu ook in de zomer. Dan heb ik aardbeien onder de vijgenboom. Een van de mooiste buurten van de planeet, denk ik. De natuur slaapt nooit. Als het donker wordt, is het tijd voor de honderdduizenden guerrilla gardeners in de wereld. Zij zaaien op de meest onverwachte plekken in de grote stad. Opdat wij na een paar weken kunnen genieten van al die prachtige bloemen. Ik vind het fantastisch. Zij doen wat wij in dit programma ook gaan doen. Durven en doen. Een paar van die guerrilla gardeners gaan we de volgende keer ontmoeten. Dit is alles wat je nodig hebt om van te kunnen eten.